In het Caribisch gebied, dus ook in Suriname, wordt er vandaag aandacht besteed aan de Regional HIV Testing Day. Deze dag wordt in het Caribisch gebied door de Caribbean Broadcast Media Partnership on HIV/AIDS, CBMP, gepromoot. In ons land heeft de dermatologische dienst zich bereid verklaard invulling te geven aan deze regionale dag van HIV-testen. Zij heeft daarom ook haar openingstijden verlengd om zo de gemeenschap van dienst te kunnen zijn. De ervaren HIV-tester en counselor van Derma, Muriel van Russel, geeft aan dat er op de vrijdag van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds wordt getest en zaterdag van 9 tot 1 uur. Als een vroege kip kan ik u zelf zeggen dat u zelf om 6 uur 's morgens al op de vrijdag kunt komen om die test af te laten nemen. Het is 3 vrijdagen en 4 zaterdagen, niet vergeten, van 7 tot 7 op de vrijdag. En van 9 tot 1 op de zaterdag. De vierde vrijdag valt weg omdat dat valt op 1 juli. Dat is de komende week vrijdag. Wat wij hiermee proberen te bereiken is dat er een groep van mensen is die vaak genoeg hebben gevraagd, zijn jullie op de zaterdag ook open? Maar dan lijkt het erop alsof wij geen sociaal leven hebben, toch? Maar volksgezondheid is willing hier aan mee te werken. En zo wordt dan aan die mensen de mogelijkheid geboden om zich ook te laten testen. Het testen op HIV-antistoffen is bij de dienst dermatologie kosteloos. Het enige wat je mee moet nemen is je ID-kaart en jouw persoon, zegt Van Russel. Ze adviseerde ieder om zich te laten testen. Vooral aan het prille begin van een nieuwe relatie, zodat je niet alleen weet wat je koopt, maar ook wat je verkoopt. En dan is dat de beste basis om een relatie op te stoelen. Ik hoop heel wat mensen over de vloer te krijgen, want jullie dienen er rekening mee te houden. Ik zit dan 12 uurtjes lang op het werk. Dus kom, maak het tot een hele drukke dag, dan voel ik me in mijn sas. Dan ben ik in mijn sas, maar dan weet ik ook dat er meer mensen zijn die aware zijn van het feit van niet weten is goed, maar weten is het allerbeste. Omdat je eigenlijk alleen door het te weten je levensstijl kan veranderen, om lang te leven en positief bevonden worden, wil niet zeggen van de ene dag op de andere ziek worden of doodgaan. Het is hoe je ermee omgaat en wat je ermee doet. Maar het beste is natuurlijk het te voorkomen. En mensen met HIV zien eruit zoals jullie en ik. Het allerbeste en sla die advies alsjeblieft niet in de wind. Om de jongeren te bereiken zeg ik dit. Het is geen merk, het is geen Gucci, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Nike, Birkin, Beckenberg, Clarks, wat dies maar zei. Je zou het wel een merk kunnen noemen, maar daarna Neku, Asiskopino, Sanakpanya. Mensen met HIV zien eruit zoals jullie en ik. En er is een netwerk, er zijn seropositieve mensen die zichzelf maar één doel voor ogen hebben gesteld. Namelijk zoveel mogelijk mensen te infecteren. Ga niet af op wittingkong, welbespraakt, boenspang. Want we weten allemaal wat onze bigismas ons hebben geleerd. Te dibre koryane lafu. Ga niet lukraak met iemand je afgeven op seksueel gebied. Laten testen is het beste dat je nowadays kan doen. De ervaren tester en counselor van de dienst dermatologie, Muriel van Russel, die onverbloemd aangeeft wat de gevolgen zijn van een onverantwoordelijke leefstijl en met iemand in zee gaan van wie je de status niet kent. Van Russel geeft verder aan dat vandaag 24 juni, Regional HIV Testing Day, de dienst dermatologie 74 seropositieve mensen telt, van wie 30 onder de leeftijdscategorie van 30 jaar is. 35 van deze positieve zijn vrouwen en 39 mannen. Van Russel zegt dat dit cijfer waarschijnlijk veel hoger ligt, omdat er nog veel meer testsites in ons land zijn.